Dag, leuk dat je weer kijkt. Dit is het FNV-journaal van vrijdag 14 oktober. Met straks een kijktip uiteraard, CAO-nieuws en blikken we vooruit op Wereldarmoededag. Maar eerst nieuws over de ontwikkelingen in de kinderopvang. De CAO-onderhandelingen zijn nog in volle gang, maar vorige week kwam er wel nieuws uit Den Haag. En we waren niet met al het nieuws even blij, want hoewel de kinderopvang vanaf 2025 bijna helemaal gratis wordt, geldt het alleen voor kinderen waarvan de ouders werken. En dat vinden we als FNV echt een gemiste kans. Want als je kinderopvang voor iedereen gratis maakt, verklein je daarmee de ongelijkheid in de maatschappij. En maandag 17 oktober is het Wereldarmoededag. En in aanloop naar die dag houdt de FNV een aantal acties, onder meer in Zaandam en Groningen. Daar gaan we een geldboom planten en vragen we aandacht voor de groeiende structurele armoede. We hebben er ook onderzoek naar gedaan en een paar cijfers wil ik graag met jullie delen. 33% komt geld tekort, 46% is bang voor schulden, 68% bespaart op de dagelijkse boodschappen en 35% van de mensen verwacht betalingsproblemen. Met de acties op Wereldarmoededag doen we ook een oproep aan Den Haag om met structurele oplossingen te komen. En daar helpen we Den Haag graag een handje bij. Dus iedereen die dat wil, kan zijn of haar wens ophangen in de boom. Meer informatie over de acties vind je op onze website. En wie vorige week op het Centraal Vakbondshuis naar binnen liep, kreeg een wel heel bijzondere vraag. Of je een onbeperkte denker bent. Er stond namelijk een pop-up stand van de onbeperkte denkers. We gaan even kijken naar een korte impressie. We staan hier met een hele pop-up stand, zoals dat heet. Zijn we in de centrale hal van het FNV-gebouw. We staan hier namens onbeperkte denkers. Wat we doen is, we proberen medewerkers van de FNV onbeperkt te laten denken. Nou, sommigen doen het al en anderen helpen we op weg. En we spreken mensen heel actief aan. Ben jij een onbeperkte denker? En sta jij open voor mensen met een arbeidsbijzonderheid? Wil je daarover meedenken? Wil je daarover geïnformeerd worden? Het moet continu in de picture staan. Dus zo'n actie als dit is belangrijk om mensen weer even aan het denken te zetten. En denken van, oh ja, wat kan ik er dan mee doen? Vandaag gaan we een ode uitreiken. Een onbeperkte denker erkenning aan jullie collega Marco. Wat ook ontzettend leuk is, is dat hij denkt vanuit gemeenschappelijkheid. We kunnen het alleen maar samen doen. Hartelijk bedankt voor wat jij hier binnen de FNV doet. En blijf vooral doorgaan met het goede werk. Creëer een veilige werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn. En dan dus ook hun talenten meer kunnen ontwikkelen. In plaats van te focussen op waar ze minder goed in zijn. En het zal niemand ontgaan zijn. Maar er is een nieuwe CAO voor de 16.700 werknemers van de NS die onder de CAO vallen. Voor de werknemers van touringcarbedrijven daarentegen schiet het niet echt op. Ook het tweede eindbod van de werkgever ligt in de prullenbak. De werknemers waren vooral boos over de €500 compensatie voor de stijgende inflatie. Ze waren zelfs zo boos dat ze meteen besloten om 26 oktober het werk neer te gaan leggen. Ook bij de ABN AMRO gaat het niet lekker met de CAO-onderhandelingen. De FNV-leden moeten hun mening nog geven, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er acties volgen. En dat zou voor het eerst sinds 1989 zijn. Vorige week overhandigde de FNV het eerste exemplaar van het boek Arbeidsmigranten in Nederland aan minister Van Gennep. De journaliste Hasnee Bouassa, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, schreef dit boek in samenwerking met de FNV en het geeft echt een schokkend inkijkje in de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten in ons land. En wie meer wil weten over de rol en de positie van arbeidsmigranten in Nederland, moet zeker kijken naar de uitzending zondagavond van Nederland is vol. NPO 1, 21:15, met onder meer Petra Bolster, lid van ons dagelijks bestuur, en actief FNV-lid Monika, die jarenlang als relatiebeheerder voor verschillende uitzendbureaus werkte. De link vind je onder in de beschrijving. Dit was het weer voor deze week. Dankjewel voor het kijken. Heb je nog tips of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar persvoorlichting@ffv.nl. Tot volgende keer!